Bonds coach Stanley Menzel en zijn technische staf hebben op vrijdag 28 januari hun opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Menzel is eerder deze maand door de Surinaamse Voetbalbond aangesteld als keuzeheer van de nationale selectie. Het staatshoofd wenste Nacho, dat vandaag al in actie kwam, succes toe bij haar wedstrijden. Wat we zo net hebben gehad is dus dat we een beleefdheidsbezoek aan de president gebracht hebben. Waarbij we hem kennis hebben laten maken met onze nieuwe bondscoach. En dus de consultant tevreden groep. Dus de nieuwe bondscoach Stanley Menzel. En dus de voorzitter van dus de tevreden groep. In eerste instantie hebben we een verslag gedaan van dus de resultaten van het trainingstoernooi dat we hebben gehad. Want het is de president die ons toestemming heeft gegeven om onder bepaalde voorwaarden weer met voetbal te kunnen beginnen. En dat betekende dus dat we alleen maar konden voetballen met volledig gevaccineerde spelers. Nou, alle spelers die deelnamen aan dat toernooi, alle personen die erbij betrokken waren, zoals de staf, zoals grensrechters, scheidsrechters, ballboys, et cetera, die waren dus allemaal volledig gevaccineerd, conform wat de president dus had aangegeven. Daarnaast is het zo dus dat iedereen 90 minuten voor de wedstrijd geswapt werd. En we hebben hem hier overhandigd een medisch verslag over dus de COVID-situatie die wij in de periode van dat trainingstoernooi hebben gehad. We hebben in totaal 986 swaps uitgevoerd. En op die 986 zijn er maar 13 positief geweest, waaronder 3 scheidsrechters. En de rest waren dan spelers die positief getest waren. En de bedoeling is van, als je positief getest wordt, dan word je naar huis gestuurd voor isolatie om dan de volgende dag naar een instantie te gaan om een PCR-test te doen. Om vast te stellen of er geen sprake is geweest van een vals positief. Ik heb vorig jaar heb ik mijn biografie geschreven. En als dank voor het ontvangst van de president heb ik hem een exemplaar van mijn biografie aangeboden. Ondertekend. Twee uitdagingen, denk ik. Meer diaspora-spelers aanwerven. Ik denk dat het niveau op dit moment dan hoog houdt. En het tweede is, denk ik, het niveau van de lokale spelers omhoog brengen. En dan heb ik het niet alleen over de senioren, maar ook de junioren, de jeugdspelers. Om dat niveau omhoog te brengen, want dat is eigenlijk datgene wat straks, als het goed is, het Surinaams elftal moet gaan of Nacho moet gaan bevoorraden. Dus dat zijn wel twee grote uitdagingen. Ja. Ja, je kijkt naar kwaliteit en je wil met de beste spelers spelen. En het is gewoon duidelijk dat de diaspora spelers op dit moment meerdere of betere kwaliteiten hebben. Omdat zij op een hoger niveau spelen en trainen. Zij spelen nog gewoon competitie. En de lokale spelers hebben op dit moment een tijd stilgestaan. En hun niveau van trainen en spelen moet omhoog. Nou, ik zie het meer als beide. Ik zie het als één. En de beste spelers, die wil ik selecteren die een prestatie kunnen leveren voor het nationaal elftal. En of het nou lokale spelers zijn of spelers uit de diaspora. Als coach wil je met de beste spelers werken. Maar je wil ook de spelers die nog niet zo ver zijn, die wil je ook ontwikkelen.